In deze video wil ik je iets vertellen over het begrip netto-kracht. Als ik één man heb en die laat ik met een kracht van 50 newton zo meteen aan dat karretje trekken, dan zal dat karretje natuurlijk in beweging gaan komen. Alle krachten bij elkaar, het is er maar eentje, 50 newton of forces, de netto-kracht is dus 50 newton. Het duurt eventjes, maar het karretje komt uiteindelijk in beweging en hij wint nog ook. Nou, hartstikke mooi. Als ik het makkelijker wil maken, dan zet ik er een tweede mannetje bij, die in zijn eentje met een kracht van 100 newton aan de touw kan trekken. Kijk maar, er staat 100 newton naar links, als ik hem zo meteen aan de gang zet. En het kleine mannetje doet ook nog dapper mee en levert een kracht van 50 newton. Samen trekken ze nu dus met een kracht van 150 newton naar links. De sum of forces, de netto kracht, is 150 newton naar links. Het resultaat is natuurlijk dat het karretje wat eerder en wat sneller in beweging komt en een grotere snelheid heeft aan het eind. Kan ik het blauw ook moeilijker maken? Nou, eens proberen. Ik zet een wat groter rood mannetje aan de rechterkant, die blijkbaar in zijn eentje in staat is om een kracht van 150 newton uit te oefenen, in dit geval dus naar rechts. Als ik dan het geheel in beweging wil zetten, dan gebeurt er natuurlijk niks. Ja, deze mannetjes zijn heel hard aan het trekken met een kracht van 150 newton naar links. Deze in zijn eentje met een kracht van 150 newton naar rechts. Maar samen trekken ze met een kracht van 0 newton. 150 newton de ene kant op, 150 newton de andere kant op. Ik moet die krachten van elkaar aftrekken in dit geval. En het resultaat is dat de netto-kracht 0 newton is. Dit karretje stond stil en blijft stilstaan. Als ik rood wil laten winnen, moet ik er nog een vierde mannetje bij zetten. Een klein mannetje met een kracht van 50 newton. En je ziet in zijn eentje zorgt hij ervoor dat de netto-kracht naar rechts in dit geval 50 newton geworden is. 200 min 150 is 50 newton. Netto-kracht reken je door krachten die dezelfde plekken bij elkaar op te tellen. Krachten die elkaar tegenwerken langs een rechte lijn, die moet je juist van elkaar aftrekken. In het eerste deel van de video zagen we hoe we krachten konden optellen en dat je de netto kracht kon uitrekenen. Nu gaan we kijken wat die netto kracht doet met de snelheid. We laten dit mannetje nu tegen deze kist aanduwen en we gaan kijken wat de netto kracht doet met de snelheid. Daar gaat hij. Hij duwt tegen de kist aan. Je ziet dat hij 180 newton netto naar rechts toe heeft en je ziet dat de snelheid blijft maar toenemen. De netto-kracht is er nog altijd. We laten dit mannetje de kist vooruit duwen en zoals je kunt zien is de som van de krachten is bijna nul. Ik krijg hem niet helemaal op nul. Kijk maar, als ik die kant op ga, gaat hij naar 3 die kant op. En dan weer die kant op. Dus ik probeer hem hier zo dicht mogelijk erbij te krijgen. Als je nu naar de snelheid kijkt, dan zie je dat de snelheid die blijft staan. De krachten naar links toe en naar rechts toe zijn even groot. Wat heeft dat voor invloed op de snelheid? De snelheid blijft constant. In de derde situatie zie je dat de netto-kracht is naar achter toe gericht. Het mannetje drukt niet hard genoeg en je ziet ook aan de snelheid, die neemt weer af. Hij is aan het remmen. Samengevat, we laten dat mannetje de kist vooruit duwen. We hebben een netto kracht in positieve richting. De snelheid neemt toe. Tweede situatie, we hebben een situatie waarbij de netto kracht 0 is. De snelheid blijft constant en in de derde situatie drukt het mannetje niet hard genoeg, oftewel er is een netto kracht naar achteren toe en je ziet dat de snelheid afneemt. De richting van de netto kracht geeft aan of je dus een versnelling, een constante snelheid of een vertraging gaat krijgen. Dankjewel voor het kijken.